plaats Berkenhoven in Aalten. Grafstenen vertellen zwijgend hun verhaal. En soms is dat een verhaal van onrecht uit de oorlog. Jan Wickerink, ome Jan, en Cornelis Ruizendaal, zwarte Kees, vinden hier hun rust. Rust die hun familie al generaties lang niet vindt. Want het verhaal van het verraad van de KP Aalten op die rampzalige verjaardag van Adolf Hitler in 1944 blijft maar rondspoken in het hoofd van de nabestaanden. Maar dat zijn slechts twee namen van een grote groep van mannen en vrouwen die deel uitmaken van de KP Aalten. Vele daarvan liggen begraven in de duinen van Bloemendaal op erebegraafplaats Overveen. We zijn er allemaal op dezelfde dag gefusilleerd, op D-Day, 6 juni 1944. Net zoals ze trouwens allemaal anderhalve maand eerder op dezelfde dag zijn gearresteerd. Der Führer besichtigt an seinem Geburtstag eine Reihe neuer Panzerjägerwaffen und nimmt die Glückwünsche des Reichsmarschalls und der Generäle entgegen. Die dag, de verjaardag van Hitler, 20 april 1944, is een zwarte dag voor de KP Aalten en het verzet in Nederland. Door het verraad van één infiltrant wordt bijna de hele verzetsgroep in één klap opgerold. Dit is slechts een deel van zijn slachtoffers. Van de verrader zelf bestaat geen enkele foto. Maar uit de overlevering komen we toch tot een beeld van Willem Marcus, alias Willy van Erp. Hij is in Gaanderen geboren. Uit de literatuur heb ik gehoord dat hij dus een tamelijk klein was en rossig haar had en een bril droeg. Maar zijn vader, die had een café in de Hommelstraat in Arnhem en dat heeft hij overgenomen. Hij heeft voor 5000 gulden heeft hij dus materialen verkocht. En die materialen die waren ontvreemd van de Weermacht. Marcus wordt opgepakt en verhoord in het SD-hoofdkwartier in Arnhem. Ze wilden het hem wel kwijtschelden, maar dan moest hij het verzet in de Achterhoek op gaan rollen. Ik weet nog wel dat ik hem een keer weggebracht heb met de fiets naar Ruurlo. En toen kort voor Ruurlo, toen zei hij, het is veel te gevaarlijk, ik loop weer verder. Maar toen kwam ik dan weer in de buurt waar hij zich weer vervoerde. En dan kwamen ze misschien achter dat dat eigenlijk niet het goede was voor ons. En zegt vader ook later nog, ja, dat was zijn veiligheid, er kon niks verpraat worden. En bij Walter Bos kwam het zelf, die mensen zaten in het verzet. Die hadden contact met Sonderen, die hadden andere contacten, hè, met meerdere mensen in het verzet. En zodoende kwam hij, ja, liggend in een gespreid bedje kwam hij aan informatie. Direct na de oorlog wordt Marcus opgepakt. Maar omdat hij krankzinnigheid voorwendt, wordt hij jarenlang van kliniek naar gevangenis en van gevangenis naar kliniek gesleept. Pas in 1949 staat hij in Arnhem voor het bijzonder gerechtshof. Het eerste wat ik weet, dat er mijn vader nog vertelde, toen was er één die is over tafel gesprongen. Die hebben het toch eventjes, het zijn even zo gedaan, de rechter. Die heeft het even flink wat ik kreeg. Ze hebben hem dus gewoon een pak slaag gegeven, ja, ja. In de rechtszaal. Ja, ja. Is zo over, of het een speciale rechtszaak was, maar ja, absoluut. Was hij zo over tafel gesprongen en kon het niet laten. Want hij had wel een handdoek nodig gehad om zich na het bloed telkens af te halen. Hij wordt uiteindelijk in 1952 veroordeeld tot 18 jaar cel, met aftrek van voorarrest. Maar hij komt al in 1956 vrij. Hij is ook in Enschede gaan wonen. En toen hebben ze ook wel beraadslaagd van, die moet dood. En een zekere meneer van Limburg, die heeft het verzet gecoördineerd in Enschede, heeft ook vastgezeten, die heeft gezegd, jongens, dat moeten wij niet doen. Als we hem nu liquideren, is het regelrechte moord. Zijn laatste dagen slijt Marcus in het ziekenhuis in Enschede. Ja, zeiden de mensen dan, die verpleegkundigen, hij leeft nog, maar hij ligt op sterven. Ja, en er was toch wel enige genoegdoening